Ik heb hier de Canon EOS R systeemcamera, een full-frame systeemcamera. Op internet en sociale media heel veel vragen over deze camera, heel veel opmerkingen. En in deze video gaan we kijken of we wat van die vragen kunnen pareren en wat je zoal van deze camera kan verwachten. Wat valt in ieder geval sowieso op als je deze camera bekijkt, dat is bijvoorbeeld de grip. En daarvoor pakken we even een grote broer erbij. Heel veel verschil qua formaat is er niet, maar hij is wel een stuk dunner geworden. En het grote voordeel is dat de grip lekker groot is. En die zorgt ervoor dat de camera heel erg goed in de hand ligt. Een hele mooie extra toevoeging aan deze body is de zogenaamde touchbar. En die zit heel mooi naast je zoeker, zodat je als je door je zoeker heen kijkt met je duim er makkelijk bij kan. Door heen en weer te sliden over de slider kan je binnen een bereik heen en weer gaan. En maak je gebruik van de knoppen op de uiteinden, daar kan je vaste waarden onder zetten. Dus in het geval van ISO slide je door je ISO bereik heen. En je kan de uiteindes gebruiken om terug te gaan naar ISO 100 of ISO 6400, waar jij zelf het graagst mee werkt. Een full frame systeemcamera, en dan is de sensor echt wel heel erg belangrijk. En hoe ziet die er dan uit? Dat zie je zo niet. Nee, dat is een hele mooie nieuwe functie die Canon in het leven heeft geroepen. Dat je de sensor niet ziet op het moment dat de camera uitstaat. Pas als die aanstaat, dan kan je dus echt de sensor zien. En dan zit normaal gesproken ook de lens ervoor. En het voordeel daarvan is dat als je je lenzen wisselt, je geen zorgen hoeft te maken. Dat er bijvoorbeeld stof op de sensor van je camera terechtkomt. Nou, dan die sensor zelf. 30,3 megapixel. Heeft een ISO bereik van maximaal 40.000. En hij heeft maar liefst 5655 scherpstelpunten in de handmatige modus. Ja, 5655 scherpstelpunten. En dat zit in een bereik van 80% in de breedte en 100% in de hoogte. De Canon EOS R is ook voorzien van een hele nieuwe processor, de DJIC 8. En dit is de nieuwste telg van Canon wat betreft de processors. En deze processor die is echt razendsnel. En dat in combinatie met de dual pixel autofocus, die zorgt ervoor dat je een scherpstelling hebt van 0,05 seconden. Dus echt, jouw actiemoment is razendsnel scherp gesteld. Groot voordeel van zo'n snelle processor is dat de Digital Lens Optimizer, die kan je ook gewoon continu aan laten staan. En dan de lens mount. Een hele nieuwe mount, de RF mount. En wat is het mooie van die RF mount? Hij heeft een enorm korte flange distance. Is dat bij de EF-serie, EF mount, is dat nog 44 mm. Nu is dat teruggebracht naar 2 centimeter en dat zorgt ervoor dat de lens dichter op de sensor komt, waardoor de lichtsterkte hoger kan, compactere lenzen gemaakt kunnen worden. Het is een en al voordeel. En natuurlijk het ontbreken van een spiegelhuis zorgt ervoor dat hij dus net wat compacter is gebleven. Wat ook nieuw is bij de RF mount is dat hij voorzien is van een 12 pins aansluiting. Bij de EF mount waren dat er nog 8. En die 4 extra pins die zorgen ervoor dat er nog meer en nog snellere informatie overgegeven kan worden tussen de lens en de body. Voor de nieuwe mount heb je dan natuurlijk ook nieuwe lenzen nodig. En er zijn er 4 aangekondigd en hier hebben we er 2 staan. De 2405 f4.0 en de 50 mm f1.2. En ja, hij is groot en hij is inderdaad net zo zwaar als dat hij eruit ziet, maar wel echt 1.2. Er komt nog een 35 mm macro 1.8 en een 28-70 2.0. De RF-lenzen zijn ook voorzien van een nieuwe ring. En die ring die zit op de voorkant van de lens. En onder deze ring kan je ook weer verschillende functies instellen. ISO, witbalans, diafragma. Het zorgt ervoor dat je nog meer controle heel snel bij de hand hebt. Heb je dan bij de Canon EOS R keuze uit 4 lenzen? Nee. Je kan namelijk alle EF en EFS lenzen er ook op gebruiken dankzij adapters. Er zijn 3 adapters. Dat is een hele gewone EF naar R adapter. Er is een EF naar R adapter met een controlering die dus ook al op de RF lenzen zelf zit. En er komt nog een EF naar R adapter waar je een drop-in filter in kan doen. Om deze camera geschikt te maken voor allerlei omstandigheden is het heel erg handig dat hij volledig stil bediend kan worden. Dit is de eerste Canon die dat kan. Het gebruik van de stille sluiter is heel makkelijk in het menu aan en uit te zetten. En zorgt ervoor dus dat je onopvallend kan fotograferen. En daarbij, de camera is ook nog eens
stof- en spatwaterdicht. Dus je kan hem gerust een dag meenemen, ook als het een beetje aan het regenen is. En dan wat tegenwoordig op een fotocamera niet mag ontbreken, het filmen in 4K. Filmen in 4K doet hij met 30 frames per seconde en via de HDMI heb je beschikking over een 422 10 bits signaal. En daarbij ook nog het C-log, zodat je in postproductie heel veel nabewerking nog kan uitvoeren en een dynamisch bereik hebt van 10 stops. Om deze camera echt heel erg geschikt te maken, ook voor vloggers. Een scherm wat je dus naar jezelf toe kan draaien. Het display is van het type touchscreen en dat zorgt ervoor dat je je scherpstelpunten er dus op kan geven. Je kan ook afdrukken. En het mooie is dat je hem ook kan gebruiken voor het bepalen van je scherpstelpunt en als je de electronic viewfinder gebruikt. En daarbij heb je dan keuze uit of het hele scherm of een bepaald gedeelte van het scherm. De viewfinder is voorzien van 3,69 miljoen dots en heeft een dekking van 100%. En wat echt heel erg indrukwekkend is van deze viewfinder is dat hij een EV van min 6 heeft. En dit zorgt ervoor dat als wat voor je gebeurt echt in de schemering is waarbij je het zelf met je blote oog bijna niet ziet, dat je het door de zoeker heen eigenlijk gewoon ziet alsof het bijna daglicht is. Daardoor heb je echt een heel goed zicht op je onderwerp. En dan het grote struikelblok van het internet. Hij heeft namelijk maar één kaartslot. En waarom heeft Canon gekozen voor één kaartslot? Onderzoek van Deep Preview wijst uit dat een dubbel kaartslot helemaal niet zo hoog op het verlanglijstje staat van de gemiddelde fotograaf. Dus Canon heeft ervoor gekozen om hem achterwege te laten. Kan je dan helemaal geen backups maken? Jawel, want daarvoor is er wifi en always on Bluetooth aan boord. En dit zorgt ervoor dat je op afstand je camera aan kan zetten en via de app kunnen er automatisch backups worden gemaakt van de foto's die op je camera staan en die worden naar je telefoon doorgezet. JPEGs doet hij in de volledige kwaliteit en bij RAW wordt er een kleine compressie toegepast. Nou, tot zover in het kort. De Canon EOS R. Er is nog heel veel meer te vertellen over deze nieuwe camera van Canon. Daarvoor is de tijd wat te beperkt. Heb je er verder nog vragen over? Stel ze gerust hieronder in de comments. Vond je de video leuk? Duimpje vinden we leuk. En wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je op ons kanaal. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.